allemaal en welkom bij deze extra video op de woensdag. Vandaag heb ik mijn, zoals altijd, maandelijkse opgemaakt video. Maar ik heb hem dit keer gecombineerd met mijn favorieten. Ik weet niet of ik dat altijd ga doen, maar ik had dit keer zo weinig favorieten dat ik dacht, ik combineer het gewoon. Want ik heb wel superveel opgemaakte producten, inclusief favorieten. Dus ik dacht, ik combineer het gewoon tot één video. Trouwens, superleuk. Ik hoorde jullie dat jullie de opgemaakte video's leuk vinden. Dus of ik die alsjeblieft wilde blijven doen. Nou, natuurlijk, want die vind ik zelf ook heel erg leuk. Dus die blijven. En misschien zal ik het soms combineren. En misschien soms een keer alleen opgemaakt doen of een alleen favoriete. Maar waarschijnlijk zal het eerder dan alleen opgemaakt zijn. Maar laten we gewoon beginnen met de opgemaakte producten. Want dat is een hele bak vol. Zoals altijd in mijn vaste opgemaakt bak. Als eerste mijn Estée Lauder Perfectly Clean Face Wash Multi Action Foam Cleanser. Deze gebruik ik al heel wat jaartjes. Ik ben wel heel benieuwd of iemand... Deze is namelijk voor de normale en gecombineerde huid. En ik heb eigenlijk een droge huid. Dus ik ben wel benieuwd of iemand ervaring heeft met degene voor de droge huid. Want ik durf eigenlijk niet te switchen omdat ik deze zo fijn vind. Maar eigenlijk zou mijn huid iets minder hard product nodig hebben. Maar ik vind het wel heel fijn. Dus ik blijf hem met alle liefde gebruiken. Dan had ik nog een hele oude toner, een tonic staan van de Ethos voor de droge en gevoelige huid. Nou, ik denk dat ze deze niet eens met het assortiment hebben. Ik heb geen idee. Hij was er al heel lang. En ik had echt nog een klein restje te staan. En ik was aan opruimen. Dacht ik, dus ik heb hem even opgemaakt. Ik ben heel erg blij met diegene van Estée Lauder. Dus daar blijf ik ook bij. Zeg maar de toner variant ervan. Dan mijn oogmake-up remover van de laatste tijd. Dit is de Nivea Double Effect Oogmake-up Remover. En dit is denk ik mijn tweede of derde flesje. En hij bevalt eigenlijk best wel goed. Dus ik blijf hem voorlopig gebruiken. Ik heb er nu nog één staan. Een Clarisonic borsteltje. Deze gebruik ik altijd in combinatie. Nou, deze, zeg maar, deze hoort op mijn Clarisonic. Dit is degene voor de gevoelige huid volgens mij. Maar die zit volgens mij ook standaard bij als je een Clarisonic koopt. Het is een enorme diepteinvestering. Ik geloof dat toen ik hem kocht en ik heb hem echt alweer 2-3 jaar, denk ik. Nee, zeker 3 jaar, denk ik. Ja, want ik had hem echt al ver voor Niels. Was hij volgens mij €149 toentertijd. Nou, dat vond ik echt enorm veel geld. Maar ik heb er zoveel plezier van. Ik gebruik hem dagelijks. Neem hem altijd mee op vakantie. Behalve als ik echt bijvoorbeeld een weekendje of zo ga. Maar als ik langer dan een weekendje ga, neem ik hem altijd mee. Voorheen gebruik ik hem 's ochtends en 's avonds. Tegenwoordig eigenlijk alleen maar 's ochtends onder het douchen. Vind ik het lekkerst. En dan doe ik 's avonds met dat siliconen dingetje, wat je me ook wel hebt zien, wat je me ook al eerder hebt gezien in mijn favorieten. Ja, ik vind dit gewoon fantastisch. Een Clarisonic. Het is dus een borstel. Hier hoort dus een stuk achter en daarmee ga je zo over je gezicht. Deze maakt een soort, sonische bewegingen. En nou, daarmee wordt je huid gewoon super goed gereinigd. Ik vind het echt heel fijn werken en het voelt gewoon heel lekker. En mijn huid is er echt zichtbaar van verbeterd. Dan een douchegel. Dit is de Dove Gentle Exfoliating Shower Gel. Deze vind ik een beetje dubbel. Ik denk dat die heel fijn is in de zomer. Als je op vakantie bent en dan gewoon... Dan scrub je eigenlijk iedere avond even een laagje eraf. Waardoor je gewoon mooier, egaal, bruin wordt. Alhoewel ik tegenwoordig met zulke hoge factor in je smeer dat je bruin wordt. Is niet echt meer sprake. Maar dat je steeds dat laagje eraf haalt. Maar ik vind het dus een nadeel in de winter. Omdat ik dan dus mijn huid al droger. Dus om dan steeds te scrubben is, vindt mijn huid dan al niet heel lekker. Het is een hele milde scrub hoor, maar ik merk het wel echt. En wat ik dan ook vind, ik gebruik in de winter nogal zelf bruiner. En daar vind ik hem ook niet helemaal lekker mee werken. Dan doe ik gewoon liever af en toe een grove scrub dan steeds een douchegel als scrub gebruiken. Zeg maar. Dus deze heb ik, vind ik, hangt van het seizoen af of ik hem fijn vind of niet. Dan, ach, mijn geliefde serum. Dit is de L'Oreal Code Luminizer. Heb je me al heel vaak zien gebruiken. Het is heel irritant. Er zit nog een heel klein restje in. Je kunt zien, echt een heel klein dingetje. Maar ik krijg het er gewoon niet meer uit. Dit is de Youth Code Luminizer. Hij heeft verschillende namen. Mijn laatste heb ik gekocht in Italië. Omdat er in Nederland echt heel lastig aan te komen is. Maar dit vind ik echt een super fijn serum. Dan een Ethos Make-up Fixing Spray. Dit gebruik ik dagelijks om mijn make-up te fixeren en om een beetje het poederige effect ervan af te halen. En daarvoor vind ik deze van Ethos prima. Het is niet mijn favoriet. Dat is echt wel de Urban Decay All Nighter of de Smashbox variant.
Maar deze vind ik eigenlijk prima gewoon voor door de week. Dit gebruik ik gewoon van maandag tot vrijdag. Helemaal top. Het is ook al echt mijn zoveelste flesje. Een handzeep. Deze van de Hema. En ik weet niet of deze verdwijnen, maar ze hadden nu alleen nog maar deze lichtroze en een knalroze. Dat vind ik echt super jammer, want ik vind juist de blauwe past heel mooi in onze badkamer. Maar ze hadden gewoon meerdere kleuren en ik zie ze nu niet meer zo erg en ik vind ze heel erg leuk. Helaas. Even kijken, wat hebben we hier? Scheermesjes, ook van de Hema. Dit zijn degene voor de bikinilijn. Love it, kan niet zonder. Daar heb ik het al heel vaak over gehad. En dit zijn de Venus Embrace scheermesjes. Deze komt ook niet als een verrassing. Dit is de L'Oreal Elvive Total Repair Extreme. En degene die ik nu heb is ook van L'Oreal. Alleen dan is het een witte verpakking. Ik weet niet of het hetzelfde is. Dat moet ik nog testen. Maar deze vind ik heel fijn als een soort supersnelle boost voor je haar. Na het wassen. Ik heb echt een heel vervelend sneetje in mijn vinger zitten wat mij een beetje irriteert. Nou, om maar te zeggen opgemaakt is een beetje wild. Maar ik ben wel gestopt met hem te gebruiken. Dit is de L'Oreal Glam Bronze. Een hele fijne bronzer. Gebruik ik alweer een hele tijd. Maar ik heb zeg maar redelijk pen geraakt. Ik gebruik deze eigenlijk nooit. De highlight, omdat ik die niet mooi vind. Maar ik merk nu dat iedere keer als ik hier zeg maar langs dat randje ga om nog wat meer producten op te krijgen, dan brokkelt die steeds verder af. Waardoor mijn hele huis bronzer wordt. Zeg maar op de grond overal. Ik dacht op een gegeven moment, het is allemaal op de grond bronzer. Dus niet heel relaxed. Dus ik ben ermee gestopt. Maar, en ik ben nu weer terug. Voor degene die me al langer volgen. Of al heel lang volgen. Bij mijn bodyshop Honey Bronze in medium matte. En love it. Ik ben weer helemaal terug in love met dat spul. Maar deze vond ik ook heel fijn. Maar de Body Shop wint het toch wel. En waarom deze niet meer bestaan? Ik weet het niet. John Frieda, beste John Frieda, mocht je dit zien. Dat zal wel niet. Maar ik hou van jullie Sheer Blonde shampoos. En dan nog niet eens deze, maar de volume shampoo van de Sheer Blonde lijn. Love it. Fantastisch. Beste shampoo in mijn optiek. Alle tijden. Voor mijn haar in ieder geval. En die hebben ze niet meer. Ze hebben nu alleen maar die Go Blonder. Nou, die maakt mijn haar heel droog. Misschien hebben ze de formule aangepast. Ik ga hem wel weer eens proberen. Maar ik heb hier gelukkig nog wel een voorraadje van staan. Dit is trouwens de Highlight Activating Enhancing Shampoo. Ik heb geen highlighters. Geen highlights. Maar nu hebben ze dus die Go Blonder. En dat is het een beetje in de categorie blond. En dat vind ik echt heel jammer. Want ik vond het hele fijne shampoos. Ik heb natuurlijk blond haar, dus ik zal niet zo snel gaan voor een shampoo voor geverfd haar. Dus ik wil juist eentje voor blond haar. Ik vind die van André Lon. Nee. Dus mocht jij een goede tip hebben, als je natuurlijk blond haar hebt, of misschien ook werkt het zelfs met geverfd blond haar, ik heb geen idee. Maar als je blond haar hebt en je hebt een fijne shampoo die het blonde, verbetert, laat het me weten. Want ik merk gewoon als ik mijn haar was met dit, dan merk ik gewoon dat het er wat frisser van wordt. Dat het ook niet zo gelig wordt, maar gewoon lekker fris blond. Ik gebruik ook wel eens paarse shampoo om het een beetje koel te houden. Maar ik heb echt super warm haar van mezelf. Dus altijd een beetje uitdaging. Maar omdat ik er rood doorheen heb zitten, dat zie je ook wel. Maar ik vind deze heel fijn. Dit frist het gewoon op en je denkt meteen van, oh ja, blond. Dus ik vind het heel fijn. Dus mocht je een tip hebben, please let me know. Want ik weet het niet. Waddenschijfjes, zoals altijd, van het Kruidvat. Twee Nivea crèmes. Die vond ik nog bij Sven. Dus die heeft Sven eigenlijk opgemaakt. Dit is de Nivea Pure & Natural. En dit is de Nivea Q10 crème. En die vond hij volgens mij allebei wel oké. Maar hij zit nu natuurlijk helemaal op dat organic. Dus nu gebruikt hij dat niet meer. Dan nog een tandpasta van mij. De Sensodyne Whitening Repair and Protect. Dan iets van Sven. En dit is de Odorex Extra Dry. En hij gebruikt, ik weet eigenlijk niet of hij dit nog steeds gebruikt. Maar hij gebruikte dit omdat hij, ik weet dus niet wat het nog is eigenlijk. Maar vroeger zweette hij best wel veel. En ik had dat in mijn puberteit te werken. En in mijn puberteit ben ik dit gaan gebruiken. En daardoor had je niet van die oksel dingen. Ik tegenwoordig zweet ik echt nou. Dat kan ik eigenlijk gewoon zelfs zonder deo onder mijn oksels. Maar ik weet dus niet of Sven hem nu nog gebruikt. Of dat dit gewoon het laatste restje was en klaar. Maar
een tip, dus als je veel zweet hebt onder je oksels, dan kan dit wel eens helpen. Dan nog een oude tandpasta die ooit van Sven was. Ik heb hem weer een beetje op staan ruimen en dan vind je weer dingen. Als je veel ruimte hebt, heb je ook veel zooi. Dit is de Dentalux Total Care Plus. Geen idee, deze is van de Lidl en volgens mij kwam die heel goed uit de test. Een Nivea Sensitive Douche Gel. En dit is van dat Piraflex. Als je af hebt en je wil gemarteld worden, gebruik dit vooral. En als laatste dacht ik, laat eens een keer iets van Niels zien. En dit zijn de babydoekjes die we altijd voor Niels gebruiken. De billendoekjes van Huggies. Zo. Van Huggies. En dit vind ik echt hele fijne doekjes hier. Deze zit gewoon niks in. Dit is gewoon 99% puur water. En er zit geen parfum in en dat soort dingen. En ik koop deze altijd bij de Action en ik vind ze super fijn. Dat voor wat betreft opgemaakt. Zo. En dan nog even mijn favorieten. En ik heb deze, denk ik, in mijn vorige favorieten al laten zien. Maar had ik hem denk ik net. Maar deze Ethos CC Radiance Cream is een hele fijne dupe. Heb ik ook een filmpje van opgenomen. Zal ik hierboven wel eventjes linken. Maar ik gebruik hem ontzettend vaak nu. Ik heb hem nu ook op. Ik gebruik hem vrijwel dagelijks. Vind het een hele fijne CC cream, BB cream. Dit is het moisturizer, wat je er ook van wil maken. Het is gewoon een subtiele foundation. En ik vind hem heel fijn. Ik krijg er gewoon een mooie glowy huid van. Het is droog niet uit. Het trekt snel in. Het werkt makkelijk. Ik vind het heel fijn spul. Ik word hier heel blij van. Ik heb de kleur light. Ik raad hem zeker aan. En ik vond het ook super leuk om op mijn dupe video. En volgens mij ook op Instagram. Maar in ieder geval mensen reageerden echt van. Jee, ik ben zo blij dat ik het ontdekt heb. Dus daar ben ik echt heel blij om. Want het is altijd wel spannend als je een. Vind ik, daarom doe ik bijna nooit dupes. Omdat het is wel. Het luistert nogal nauw. En deze is een dupe voor een duurder product. Voor de Bare Minerals Complexion Rescue. Tinted Hydrating Gel Cream. Hele lange naam, maar in ieder geval van Bare Minerals. En dat vind ik een super fijn product. En ik denk dat deze qua verzorging niet zo goed is als die ander. Maar qua het effect op je huid. En dat test ik dan met een dupe. Vind ik hem echt heel erg gelijkend. Dus ik gebruik hem nu heel graag. En ik vond het ook heel leuk om te horen dat jullie er ook blij mee waren met deze ontdekking. Ik was er zelf namelijk ook heel blij mee. Ik ben er nog steeds heel blij mee. Dan gewoon bijna een opgemaakt bak die in de prullenbak gaat. Dan iets wat ik al heel lang heb liggen. En wat ik een tijd fijn vond, toen was ik er klaar mee. En nu vind ik het weer fijn. Dus ik wilde hem toch even weer laten zien als een soort nieuwe ontdekking. Of herontdekking. Dit is de Body Shop Vitamine E Overnight Serum in Oil. Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik hem toen niet meer fijn vond. Ik denk dat mijn huid er niet meer prettig op reageerde. Maar ik merk dat mijn huid het nu wel weer heel lekker vindt. Dus wat ik doe, ik reinig mijn gezicht 's avonds. En dan breng ik dit aan. Ik doe daaronder nog geen nachtcreme, want dat vind ik dan wel weer heel veel. Maar ik vind het echt heel lekker spul. Het is een pipetje. En dan doe ik gewoon een paar druppeltjes op mijn gezicht. En een beetje hier. Moet ik tegenwoordig ook doen, ik word ouder. En ik ben helemaal blij. Ik zeg wel, ik word ouder. Maar ik word ineens, moet ik steeds mijn ideeën overal laten zien. Ik ging laatst, kocht ik een fles wijn bij de supermarkt. Was zonder Niels. Vroeg iemand, mag ik alsjeblieft je idee zien? Ik ben 32 even voor de, dus ik was helemaal. Ik zei, nou natuurlijk. Nou, dat meisje kreeg een schaamrood op de kaken. Maar ik vond het alleen maar een heel groot compliment. Ik was er alleen maar blij mee. En toen was ik ergens, toen was ik bij een schoonheidsspecialist. Toen ging het over Niels. En toen zei ze, oh, dan ben je ook jong moeder. Toen dacht ik, nou jong. Nou, dus toen vertelde ik 32 was. En toen viel ze ook stijl achterover. Toen dacht ik, nou, blijkbaar mijn huid ook. En toen was ik van het weekend in de kroeg met een vriendinnetje. En toen moest ik ook mijn idee laten zien. Nou, mijn geluk kan niet op. Dus weet je, misschien is dit het. Ik weet het niet. Maar ik word er in ieder geval heel erg blij van. Dat is wel zo gek. Als je ouder wordt, dan vind je het eens heel leuk om jonger geschat te worden. Terwijl als je jong bent, denk je echt. Oh, ik hoop wel dat ze me een beetje op leeftijd schatten, zeg maar. Zo gek. Dan ook een gouden ouwe. En die wilde ik nog heel graag even laten zien. Ondanks dat ik heb een soort van besloten dat ik niks meer van MAC ga kopen. Ik hoop dat ik dit ook blijf onthouden. Want ik zag een beeld, volgens mij was het op Facebook of zo, dat ze testen op katten. Nou, en hoe die katten erbij lagen, ik dacht, dit kan gewoon niet. Dit is niet oké. En ik ben gewoon bang om me meer te verdiepen in dierproeven, zeg maar, make-up op dieren testen.
Want ik vond het echt shocking. Ik ga het verder niet voor de jongere kijkers, zal ik niet uitleggen hoe ze bijlagen, maar ik vond het echt shocking. En dat was dus in een ding van Mac. En ja, ik durfde ook niet eens door te klikken, omdat ik het gewoon zo shocking vond. Maar toen dacht ik, oké, als dit het geval is, ga ik dus gewoon niks meer van Mac kopen. Want dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar dat zal waarschijnlijk met veel meer zijn. Dus ja, ik wil me daar wel in gaan verdiepen. Maar ik durf de harde waarheid niet onder ogen te zien, omdat ik het gewoon heel zielig vind. Maar in ieder geval, dit wordt getest op katten. Dus... Maar ik wil hem toch nog even laten zien, omdat ik hem gewoon heel veel gebruik nu. En ik had hem al gekocht voordat ik dit ontdekte. Niet dat het goed maakt, maar ik had hem al ontdekt. En ik, ja, misschien hechten andere mensen er minder waarde aan. Maar ik dacht ineens van, oh nee. Oké. Dus dat even als kleine disclaimer, dat ik hem misschien nu niet meer zou kopen. Maar ik word er wel nog steeds heel blij van. En ik bedoel, nu, ja, ik heb hem al. Ik ga hem nu niet in de prullenbak gooien, want dat vind ik dan helemaal. Dan is het helemaal voor nothing geweest. Maar dit is hem. Dit is de MAC Soft & Gentle Mineralized Skin Finish. En dit is een highlighter. Ik heb hem nu ook op. Dit is hem. En het is gewoon zo'n mooie highlighter. En ik was een tijdje helemaal in mijn... het is altijd heel lastig om highlighters op beeld te laten zien. Maar geloof me, hij is heel mooi. Heel veel YouTubers hebben hem. Maar ik was een tijdje helemaal van mijn... hoe heet dat ook alweer? Mary Luminizer van de Balm. Daar ben ik nog steeds van, maar deze is gewoon net wat neutraler. Mary Luna is dus vrij warm. Deze is net wat neutraler en ja, ik merk dat ik die gewoon dagelijks nu pak. En dat ik dan soms ook denk, oh nee, ik heb helemaal geen highlighter opgedaan. En dat, nou, dat deze past niet in mijn make-up tasje erbij, omdat ik mijn make-up tasje een keer moet opruimen misschien. Maar hij past er nu niet bij, dus ik moet hem dan apart pakken. Nou, als laatste, je hebt het misschien al gezien, ik heb weer even een kleurtje op mijn nagels. Dat komt vooral omdat mijn nagels echt afbrokkelden, geen idee waarom. Maar ze dachten ineens, ik heb normaal ook vrij lange nagels van mezelf, maar nou, ze vielen met bosjes, braken ze. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ergens vitamine tekort of zo, denk ik. Maar wat ik meestal doe als ik korte nagels heb, vind ik rode nagellak heel leuk. Ik vind als ik lange nagels heb, vind ik rode nagellak maar een beetje ordinair staan. Daar kan ik niks aan doen, dat vind ik gewoon. Dat is een beetje gek, maar dat heb ik. Dus... Nou, nu dacht ik, ik heb weer korte nagels, dus ik ga er weer eens voor. Dan word ik er wel weer heel blij van. En dit vind ik een hele mooie. En dit is de Essie Russian Roulette. En die past ook heel goed bij de MAC Riri Woo lipstick. Die ik dus ook niet meer aanraad. Maar ja, deze vind ik gewoon super mooi. Het is gewoon een hele mooie, het zijn al een beetje gechipt hoor, maar een hele mooie, echt fijn rode nagellak. En ook wel nog fris, zeg maar, ook voor het lekkere weer en zo. Dus ja, dat was het. Hè? Nou, poeh. Dat was weer, het was een hele blulle woorden, hoe zeg je dat? Woordensoep, ik weet het niet. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien, deze extra video op de woensdag. En ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zou het fantastisch vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal Blonde Beauty Fashion door hier op mijn gezicht te klikken. Of hieronder op de rode abonneerknop. En ik zie jullie heel graag volgende week. Denk dat ik ook alweer een extra video heb. Maar misschien ook niet, ik weet het niet. Maar anders zie ik jullie graag in ieder geval op zondag bij mijn vlogs. Dank voor het kijken. Doeg!